dames en heren, de frikandel. Het is de meest populaire snack in ons ganse land. Maar desondanks heeft de frikandel een toch wat beroerd imago. Ah, auw. Nee, pas je het niet. Ja, zie je nou? Zo groot is hij nou ook weer niet, mensen. Daar waar de kroket of de croquette al jaren behoort tot de haute cuisine, moet de arme frikandel het doen met het ene schandaal na het andere. Ja, want er gaan wilde verhalen de ronde als het om de frikandel gaat. Hij zou zijn gevuld met koeienharten, niertjes, hersenen. Sommige mensen beweren zelfs dat er voorhuidjes van besneden Joodse jongetjes in zitten. Maar is dat wel waar? Wat zit er nou eigenlijk in... Au, oh, dat is nog heet. Frikandel. Ja. Mevrouw, een frikandelletje is klaar. Voordat de oer-Hollandse bruine vleestaaf in de collectieve monden van snackbarminnend Nederland verdwijnt, moet hij natuurlijk eerst gemaakt worden. En dat begint in de separator vleesfabriek. Hier wordt restvlees van de karkassen van geslachte dieren gehaald. En omdat dat allemaal uiterst hygiënisch gebeurt, moeten wij onze handen in een raar ding steken. Gerrian, wat zit er nou eigenlijk in een frikandel? In een frikandel zit separatorvlees. Dat is vlees wat nog aan een kipkarkas zit. Dit is een karkas. Ja. Ik ben nou een kip. Dit is de borst. Hier zit de nek. Hier zit de rug. En hier heeft de filet opgezeten. De filet wordt eraf gesneden. En dit blijft er nog aan zitten. Jullie krijgen per dag duizenden kilo's van die restproducten binnen. En van 1 kilo restproducten, hoeveel vlees haal je daar nou nog vanaf? Van 1 kilo 750 gram. Zoveel nog? Ja. Daarom gebeurt het ook. Hier worden de grondstoffen dan ingenomen in de grondstofmenger. Dat wordt onderling met elkaar vermengd. Het verdrukt zich enigszins. Het vlees komt dan wat vrij van de botten en dat wordt het wat makkelijker om dat te kunnen separeren. Maar wat zit hier nu allemaal in? Kippenvlees? Alleen het kippenvlees. Alleen het kippenvlees. De botten zijn afgeblazen. En als je er nou een frikandel van wil maken, wat komt er dan nog bij? Er komt paneerbeel bij, er komen wat uitjes bij, er zal wat vocht bij komen. En dat wordt door elkaar heen gefluterd, gemengd, versneden. En dat is een deeg. En dat deeg gaat vormen zoals een frikandel. En dat gaat uiteindelijk de frituurpan in? Dat gaat de frituurpan in. Dus geen hersenen, geen nieren, geen ogen? Nee, niet zo dat. Oké, kort resumé. Het kippenvlees komt met bakken tegelijk binnen. Uitje erbij, een snufje kruiden, even malen. Krijgt u al een beetje honger? Van de vleesige smurrie worden worsten gemaakt, die worden nog even gekookt en daarna kunnen ze ingevroren plaatsnemen in uw schitterende vriezer. Mmm. Wil je de koe even aaien? Nee hoor. Nee. Okay. Ik sta hier helemaal goed. Goed, de frikandel is geen haute cuisine. Het is fabrieksmatig voedsel. Wat we dus wel kunnen concluderen, is dat de mythes, die van koeien, hersenen, koeien, ogen, niet waar zijn. Nee. En ook dat voorhuidje van het Joodse jongetje. Zit er ook niet in. Is helaas niet waar. Maar onze interesse is nu wel gewekt. Want hoe zou een frikandel smaken als die ingrediënten er wel in zouden zitten? Nou weet ik niet of we aan het voorhuidje kunnen komen. Dus die moeten we misschien even door de vingers zien. Met andere woorden, wij hebben een topkok benaderd, Albert Kooi. En die gaat voor ons een frikandel bouwen met die ingrediënten. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat de tafel gedekt is. Albert, is het wel verantwoord om met deze ingrediënten een frikandel te gaan maken? Ja, ik denk dat het juist heel verantwoordelijk is om van deze ingrediënten frikandel te maken. Kijk, als je vegetariër bent, eet je geen vlees. Als je wel vlees eet, vind ik, dan moet je alles eten. De tong heb ik er al uitgehaald. Ik heb hier de bal. Hersenen. Nou, het lijkt net alsof je de onderkant van een voet voelt. Ja, die past ook. Ja, doe maar even. Oh, ja. Sorry, de tong, daar was ik nog even. Ja, de bal. De bal. Flinke bal. Voelt wel lekker. Heerlijk. Het is zo mooi vlees. Nou, ja, schitterend. Zie je? Alleen, dit is toch de vlies. Even lekker trekken eraan. Daar is hij. Oh ja. Hersenen. Juist. En wat ga je er nog meer in stoppen? Ik wil de ogen gebruiken. Oh. Die zit hierin. Schoonmaken. Dit vind ik zelf ook geen pretje. Maar het is wel een stukje vlees wat we gewoon goed kunnen gebruiken. Dat spat uit elkaar.
Ja? Oh, dat is lekker. Ja. Een soort eitje. Dit gaat hier in. Heel luxe Jos Brinkie wordt dit. Zie je? Kijk, dat zijn de hersens hier. En dat moet goed gebonden worden nu. Dit gaat nu al lekker. Proef jij eens een beetje? Ja, ik sla even een vingertje over. Oké, nou, dit is de massa van al het stukjes vlees wat we hebben. En om te vormen heb ik gewoon een ouderwetse spuitzak. Schitterend. Ja, en dan is het natuurlijk frituren en afmaken. Oké. Nou, als jij dat lekker gaat doen, dan gaan we alvast aan tafel zitten. Is goed. Oké. Tot straks. Kom maar zo. Dankjewel. Oké, heren. Eet smakelijk. Oh, lekker hoor. Oh. Lekker hoor, Albert. Kom wel een geurtje vanaf. Gezellig! Kom op! Waar gaan we mee beginnen? Met de gewone. De fabrieksfrikandel. Ja. Zoals we hem allemaal kennen. Doe je een halve? Ja, doe maar. Maar ik denk, als je mij blind, ik doe mijn ogen dicht en jij doet hier een stukje van in mijn mond, dat ik het ook wel weet. Doe je ogen eens dicht? Ja, pak je piemel maar. Geef me dat frikandelletje. Maar goed, we zijn hier natuurlijk naartoe gekomen voor deze worst. Ja, ik pak er ook een. Hij is lekker zacht. Waar vind je hem naar ruiken? Ik vind hem naar gehaktbal ruiken. Ik zat ervan te kijken dat jij hem gewoon al je mond leeg hebt, terwijl je net op ballen, hersenen en tong hebt lopen kauwen. En ogen. Ja hoor. Ik heb daar toch best moeite mee. Ook niet. Die vind ik lekkerder dan dat fabrieksdingetje. Als ik een frikandel wil, dan wil ik toch een frikandel. Dus dan ga ik toch voor de frikandel zoals we hem allemaal kennen. Dat komt goed uit, want dan blijft die ambachtelijke frikandel voor papa over. Zullen we nog even, hoe heet het ook weer? Ik dansen. Nee, ja, je hebt nog zo'n naam ervoor.